Buenos dias, welkom alweer bij de allerlaatste NEC-update vanuit Spanje. Ja, NEC is inmiddels alweer naar huis gevlogen, zijn weer terug in het koude Nederland. Wij nog even hier onder de Spaanse zon, want we zijn vandaag naar Marbella gereden. Daar zit een prachtig sportcomplex, een voetbalcomplex waar veel clubs trainen en oefenwedstrijden spelen. Denk even aan PSV heeft daar getraind, gespeeld. Dortmund heeft daar gespeeld, getraind. En ook ADO Den Haag. En die deed een oefenwedstrijd tegen Como. En wie speelt er bij Como? Inderdaad, Cas Odenthal. Dus we dachten, die gaan we even opzoeken. En hoe is het nu met Cas Odenthal? Ja, gaat goed op zich. Vorig jaar was het denk ik moeilijk qua team, maar nu is het heel leuk. We staan gedeeld tweede, dus weet het maar nooit dit jaar. Even nog, hoe ging het? Want je bent toen weggegaan. Heb je daar nog een beetje een nagevoel aan overgehouden? Ja, het is voetbal, zo gaat dat. Ik heb zelf er toen voor gekozen om niet bij te tekenen. Ik denk dat die keuze goed uitgepakt is voor mij. Dat Como een hele mooie, ambitieuze club is. Ik denk de middelen zijn er om naar de Serie A te gaan. Dus ik heb er geen spijt van. Nee, dat kan me goed voorstellen. Je speelt ook elke wedstrijd. 2 doelpuntjes ook al dit seizoen. Ik zag je net ook spelen. Ja, er zit wel veel energie in deze ploeg, hè? Er zit veel energie in. We moeten nog wel veel dingen beter doen. Want ik denk dat we aan de bal vandaag niet goed genoeg waren. Verdedigend geven we heel weinig weg, dus dat is altijd goed. Maar we zijn bijvoorbeeld net begonnen met een nieuwe trainer, Fabregas. En het is gewoon moeilijk om een nieuw systeem er snel in te krijgen. Ja, want hoe is dat om met zo'n grootheid eigenlijk dan als trainer? Hoe is hij? Gewoon heel normaal. Heel normaal. Vorig jaar toen ik kwam, kwam hij een week daarna geloof ik. En toen stond het hele stadion vol alles. Helaas bij mij was dat niet zo. Het is gewoon een hele normale, aardige gast. Dus dat is mooi. Ja, volg je NEC nog een beetje? Ja, ik kijk bijna elke wedstrijd als het kan. Heb je dan ook nog een beetje contact met oud-ploeggenoten of zo? Nou, ik heb contact met Matthijs Branders, maar die zit er natuurlijk ook niet meer. Nee. Af en toe spreek ik Bart nog wel eens. En Magnus heel af en toe. Dus niet heel veel contact, maar zo gaat het in voetbal. Ja. Je zegt al, je hebt hier nog goed naar je zin. Je contract loopt volgend jaar af. Heb je al ideeën erover? Heb je al gesprekken met de club? Ja, ik ben met de club aan het praten over een nieuw contract. Maar nogmaals, we zijn een heel nieuw project ingegaan. En ze hebben het heel druk op dit moment. Dus dat komt vanzelf wel. Maar ik kan me goed voorstellen, het leven in Italië is lekker. Het weer is lekker. Dat je daar nog niet weg wilt, hè? Ik heb niks te klagen. Het eten is heel goed. Het weer is altijd lekker. Je zei net geloof ik dat NEC terug gaat naar -2. Daar heb ik geen last van gelukkig. Dus ik heb niks te klagen. Ja, en dit was hem dan echt. De allerlaatste NEC-update hier vanuit Spanje. Wij gaan ook onze koffers pakken en dan richting het koude Nederland. Bedankt in ieder geval voor het kijken en voor het volgen. Ook bedankt aan iedereen die heeft mogelijk gemaakt dat wij hier konden zijn. En wij gaan dus nu richting Nederland. En vrijdag is er gewoon weer een normale NEC-update. Want dan de voorbeschouwing op de wedstrijd tegen Feyenoord. Ik zeg graag tot de volgende.